Okay. Fucking fuck shit. Klaar? Ga dat. Moet ik filmen al of niet? Een vis bij je zelf filmen. Waarom gebeurt dat? Hij dan filmt. Hij dan niet filmt. Naughty America. Nobody. 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 Does it better. Yo, YouTube, A-City. Ik ben op de trein, ik ga naar Brugge. Ik weet ook niet precies waarom, maar ik ga dus naar Brugge en de outfit van de dag. Ik heb die zwarte Oswego's aan van Raf Simons hier. Dan sokken die ik heb gestolen van mijn mama. Zwarte tracksuitpants van Pata. Sowieso! De virtual hand tee van Boort, die is zo fucking vet. Ook een baggy aan van Pata, deze is ook als kapsel heb ik vandaag geen dode kat. Ik weet niet waar het is met mijn haar. Er is niks met mijn haar, het ziet er gewoon normaal uit, zoals elk ander moment van de dag. Ik film in een leuk dingetje op de trein. Snap je, ik sta zo tussen twee dingen en hier is er nooit iemand. Dus hier kan je gewoon rustig jezelf filmen en is het niet raar. Dus ik ga naar Brugge nu, want mijn vriendin heeft mijn haar nog niet gezien. Ik denk dat dat al fucked up is. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we iets heel leuk doen. Het is heel mooi weer, het is zomer. Er zijn veel dingen te doen in Blankenbergen. Hopelijk kan ik vanavond een beetje dronken Hollanders filmen. Ja, what the fuck die. Dude van de NMBS rook echt een komkommersoep. Ik weet dat ik hou van komkommer, maar hij stonk echt een beetje. Dus hopelijk wordt het een leuke vlog. Ik denk wel dat we leuke dingen gaan kunnen doen vanavond in Blankenbergen. Nu ga ik naar Brugge, dus ik zie jullie zo. Oké, dus alles is safe. Ik heb nog een vriendin, ook al zie ik eruit als iemand die net, ik weet het niet, veel comments onder mijn video van gisteren gaan over dat ik chemo heb gedaan. Dat vind ik eigenlijk niet zo grappig, maar ik snap wel waarom jullie dat denken. Ik heb ook deze trui gekregen van Annalivia van mijn vriendin. Het is gewoon fucking trui van acne, doe even normaal, ja. Mee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 e
dat, joh. Ik had echt heel veel stress. Toen ik op de trein zat, daar red ik, was aan het doodgaan. En ik dacht waarschijnlijk van, oh fuck, ze gaan mijn haar zien en ze gaan zeggen, yo, we moeten iets bespreken. Dan gingen ze zeggen van, ja, het is gedaan. Dat is niet gebeurd, dus alles is safe. En ik ben nu in Brugge bij het station. Ik weet niet of er mensen zijn die deze plek kennen. Het is wel gewoon een stabiele chill spot. Ik bedoel, het is hier fucking marginaal dat ik hier zit. Maar snap je, het mag gewoon. Ik mag zitten waar ik wil, ook zonder haar mag ik hier zitten. Dus alles is safe. Er passeren allemaal mensen en nu zit ik hier alleen en het lijkt alsof ik een zwerver ben. Ik ben geen zwerver. Ik zit hier ook maar gewoon te wachten op iemand. Als je die net voorbij liep, kijk heel raar, sorry. Kutzooi. Ik ben vloggend, maar nog altijd zo ongemakkelijk. Wat de hel, ik ga echt doodgaan. Dit is de zwaarste cringe van mijn leven. Dus Anna live, ja, is even naar het station om een drankje. En ik zei van, ik ga meegaan, maar... Bij mij door het station lopen is niet zo leuk, snap je? Dan komen er zo allemaal mensen en dan doen ze allemaal zo... Bla! Dan moest er nog iets nuttig gebeuren dan. Wat vind je van mijn nieuwe haar? Stop! Wat moet ik doen bij jou? Ben je niet blij met mijn nieuwe haar? Jawel. Nee, maar ik snap... Ik ben gewoon blij met jou. Het haar is niet zo belangrijk. Heel veel mensen wisten niet dat ik een vriendin had, maar blijkbaar wel. Ik bedoel, jullie zijn blind als je dat niet doorhebt. Kijk hoe mooi dat is. What the fuck? Eerlijk, Gio, je vriendin is hier echt... Nee, waarom moet je dat Je vriendin doen? Is hier echt niks stijl, dude. What the fuck? You so pretty. She's so pretty. Wow. Oh, nee, oh. Het lijkt een beetje op Slim Shady. Ja, geen wonder dat mensen... Can a real Slim Shady please stand up? Kun je dat heel de tijd vasthouden? Dat gaat toch niet? Draag dan zo. Dat doet echt allemaal te veel pijn. Wil je wel even mijn high kick filmen? Dat ook niet echt, eigenlijk. Oh, je lijkt op Jaden Smith. Er is iets zo'n snapje bij. Yo, YouTube, Acer hier. Vandaag een nieuwe video. We gaan het hebben over... onopgedreven brommers. Waarom weegt dat zoveel? Dat mag je wel niet in je vlog steken. You're not allowed to do that. Eerste vlog ervaring. Sorry. Ja, nee. Ik ga vertellen over... Je weet dat ik dit wel in mijn video ga hebben. Nee. Ik ga het direct verwijderen, dus dat kan je niet doen. Nee, nog toch! Wow, oké. Ik ben thuis. Fucking moe. Het is echt warm geworden. Wat fuck is er gebeurd met de wereld? Waarom is het zomer? In de zomer vind ik de winter altijd leuker, snap je? Het moet een beetje kouder zijn. Dus ik ben thuis, het is nu 7:40. Ik ga nu in mijn garage. Willen jullie de code van mijn garage? Het is 666. Dan gaat de poort open. Zoals hier is, bent gewoon 666 doen en dan kan je binnen. Als ik één iemand in mijn garage staan en dat zie proberen, dan maak ik je dood. Dat is niet de code, oké? Echt. Heel fucking moe.
mogen. Hey kleine pussy, hallo, alles goed, how are you? You're so cute, je bent een hele mooie pussy. Ja hè, en de mensen vinden jou ook cute hè. Je bent een brave pussy, onder jou heb ik veel views. You're very cute, mee. Oké, ik ben binnen. Het is hier nog warmer. What the fuck? Waarom is het hier zo warm? Mama, waarom is het hier zo warm? Ik moet me niet filmen, doe dat maar. Oké. Warm. Oké, ik ga naar boven of ga drinken zoeken. Wat moet ik doen, kleine poesie? Is hier nog drinken? Ja, ik heb drinken mee. Bah. Ja, nu achteraf zo 2 dagen na het incident met mijn haar. Ben ik toch wel de negatieve kantjes ervan in te zien. En dat is dat ik geen zonnebrillen meer kan aandoen. Zonder dat ik lijk op iemand die naar een rave gaat in de jaren 90. En daar keihard gaat stampen op hardstyle. Jammer, de tijd van deze zonnebril is gedaan. Want als ik deze aandoe, dan lijk ik op iemand die elke dag 3 ecstasypillen heeft. En mijn okselhaar is ook echt nice. Ik heb meer haar onder mijn oksels dan op mijn hoofd. Dat is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt in mijn leven. Man. Ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Ik ga me klaarmaken, want ik weet niet waarom ik hier naakt sta, maar oké. Ik ga naar de avondmarkt en we gaan Hollanders uitlachen die te veel hebben gedronken en in de circosia eindigen. Dus ik ga de zonnebril misschien wel gewoon aandoen, omdat ik geen fok geef, man. Dus zo. Pupas. Dat is die .50 kaliber, dude. Die is hard. Die is hard om iedereen te poppen. Wow. Wow. Hoeveel kost die fidget spin? 10 euro. 10 euro. Oh, nee, okay. 10 euro. Voor... 5 euro. Fidget spinners, alles. Blankenberg heeft die gekke fidget spinners. Zien jullie de dingen? Wow, dit is crazy. Ja of nee? Fuck. Wat? Dit is gewoon trippy. Dit is gewoon... Ik heb geen geld. Ik heb geen geld om deze dingen te kopen, maar ik vind het wel cool. Wow. Ben je overbelicht? Snap je, zoals altijd ben ik gewoon weer te laat voor alles en alles is dicht. En ik weet niet wat ik nog op deze avondmarkt doe, maar... Blankenberg is nog hard door uit de zomer. Je kan hier leuke dingen kopen. Iedereen heeft hier leuke kraampjes, maar alles is hier open voor belicht, snap je jullie? Dit zijn wel echt de lelijkste hoesjes die ik ooit heb gezien in heel mijn leven. Hey, jullie hoesjes zijn echt lelijk. Ja, jullie hoesjes zijn echt super lelijk. Ja. Oh, jullie hebben echt super lelijke hoesjes. Ja, fucked up. Ik zou deze nooit kopen. Blankenbergen is lid in de zomer. Ook al zijn we te laat op de avondmarkt, dat mag allemaal. Te laat komen mag. Dit is de Vietnamese winkel. Hier verkopen ze lumpia's. Ik heb deze mensen al niet meer gezien sinds vorige zomer. Misschien weten ze nog wie ik ben. Hallo. Verkopen jullie ook lumpia's? Lumpia's of niet? Lumpia's? Nee. Zijn jullie gesloten? Zijn jullie nog lumpia's? Weet jullie nog wie ik ben? Ik heb mijn haar afgeschoren. Nu lijk ik op een chemo-patiënt. Dat is... Fuck it op, man. Dat is wel zo. Do you have free food for me? Please. Free kroephoek. I don't have money. Ik ben skeer. Gratis eten, nee. Old school, wow. Je kan hier alles stelen. Ik kan nu gewoon die doosjes nemen en weglopen, wow. Hebben jullie gratis eten voor mij? Please. Nee? Gratis. Gratis. Ja, je mag het altijd geven, bedoel. Ik heb geen geld om eten te kopen, dus ik... Wat? Vincent? Nee, nee. We hebben geen geld. We kunnen hier niks kopen, sorry. Wow. Hier komen we vanaf nu dus echt elke week. Op deze lelijke avondmarkt. Jullie verkopen echt de lelijkste knuffels ooit. Echt waar. Ik heb hier ook geweren. Allemaal enge snipers. Eng. 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 Oké. We gaan terug. Dit was de avondmarkt. Plans have changed. De avondmarkt is nog altijd bezig. Again! Another one! Check the game. Oh, allemaal super lelijk. Trippy of zo, ik weet het niet. Ik denk als je hier LSD opneemt of zo dat het wel vet is. Wat is dat? Wow, what the fuck? Die is wel gek. Het is niet eens een fidget spinner. Dat zijn gewoon enge dingen. Dit is de fidget spinner van Eenhoorn Joost. Te koop in Blankenbergen. De spinnen fidget spinner. Wil je dat ik een fidget spinner koop? 10 euro! Ik heb 5 euro! Misschien. Can I have one for 5 euro? 5! 5! 5 euro! I only have 5 euro's! Dit was de avondmarkt.
Hopelijk vonden jullie het kut. Ik vond het wel grappig. Er was veel grappige shit. En veel lelijke dingen waarvan ik niet snap waarom dat je het zou kopen. Maar oké, was een leuke avondmarkt. Bedankt voor deze leuke avondmarkt. Shout-out naar deze kermis. Dit is de lelijkste kermis dat ik ooit heb gezien. Veel plezier met jullie lelijke kermis. Oké, ik moest er wel nog een stukje opnemen van deze video. Snap je het einde? Toen ik gisteren thuis kwam na alles. Maar dat was eigenlijk om 4 uur 's nachts. En ja, mijn camera was ook plat en zo. En mijn telefoon was ook plat. En ik moest wachten tot mijn telefoon was opgeladen. Maar toen ben ik in slaap gevallen en nu ben ik wakker geworden. Uitgaan in Blankenbergen is fucking saai. Dat ga je nooit meer doen. Het was echt wack. Er zijn alleen maar Hollanders. En mensen van Blankenbergen, maar ook Hollanders. En kijk, het enige wat ik kan zeggen is: kom niet naar Blankenbergen om uit te gaan. En er is hier niks. Dus hey, smijt zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik wijs het. Tot de volgende keer. Bye.